ben Emke Kuiper en ik ben beeldhouwer. Dus ik maak beelden uit steen. Ik heb mijn opleiding gehad aan de Vrije Academie in Nunspeet en ik ben in het jaar 2000 cum laude afgestudeerd. Ik heb dus steen, brons, hout, metaal, keramiek. Ja, een beetje dat de mensen als ze ernaar kijken toch hun eigen fantasie moeten gebruiken van wat zit erin. En dat is best wel heel fascinerend. Brilletje opzetten, maar nee, ik doe zonder brilletje. Ja, mooi. Wat wordt dit? Nou, dat weet je nog niet. Ik laat me door de steen leiden. Dat is een mooie zin, hè? Ja. Ik ben Nanda Schaftenaar, ik ben goudsmid, ik maak sieraden. Ik ben 4 jaar geleden afgestudeerd op de vakschool Schoonhoven. En ik ben professioneel zetten heb ik gedaan. En het zijn leuke sieraden met emotie. Wat is zetten? Wat is dat? Stenen zetten, dus in het sieraad stenen zetten. Dus het vastzetten van de steen in principe. Wat maak je voor soorten? Van alles, hangers, sieraden, armbandjes, ringen, zo gek niet te bedenken. Ik maak het van goud, en, zilver, rozegoud, witgoud, in principe alle edelmetalen die er zijn. Ik doe het beneden in de kelder waar ik woon en op mijn werk. Ik heb mijn beroep ervan gemaakt. Mijn roepnaam is Marieke, dus iedereen noemt mij Marieke. En ik woon intussen 20 jaar hier in het Loo. En ik hou me bezig met schilderen en beeldhouwen. Ja, ik geef al cursussen en zo. Schildercursussen heb ik een tijd lang gegeven tot vorig jaar. En ik geef nu alleen nog beeldhouwcursussen en workshops. En het beeldhouwen, dat doe ik zomers, omdat het al mooi weer is. En dan kun je lekker buiten werken. Dus dan wordt er buiten gewerkt in een buitenatelier. En het schilderen, dat heb ik mijn atelier hierboven. En ik heb nu de huiskamer gewoon even omgebouwd tot atelier, tot galerieruimte. Zodat mensen hier rustig kunnen kijken. En dat je ook rustig van de dingen kunt genieten. Het schilderwerk, een paar grote schilderijen heb ik daar nog, heb ik pas nog gemaakt naar aanleiding van de reis naar Egypte. En het zijn wat vrije technieken met fantasie en realiteit en fantasie door elkaar gehaald. Die beeldhouwcursussen, dat is alleen zomers. Er zijn vaak een serie van 7 ochtenden of avonden in het voorjaar. En dan kunnen mensen in die periode, krijgen ze alle technieken, beeldhouwtechnieken aangereikt. En het is een heel persoonlijke begeleiding, want die groepjes zijn niet zo groot. Het is ongeveer 6 mensen met wie ik dan werk. Dus je kunt heel goed individueel begeleiden, dus op ieder niveau. Dus beginners, maar ook gevorderden, komen daar dan. Hallo, ik ben Egbert van der Weijden en ik maak sinds de zomer van 2004 digitale foto's. Dat is 2 jaar nu. En mijn onderwerpen zijn heel divers. Van portretten, natuur, landschappen, ja... Dus te veel moois om het te beperken, eigenlijk. Het is allemaal digitaal en ook beeldbewerking pas ik daarbij toe als het nodig is. Ja, wat voor mij heel boeiend is, is gewoon de hele compositie. Wat me hierin trok was gewoon de blik van Finn, gewoon de wijde wereld in kijken. Ik keek naar buiten en het was echt een verblaasde blik. Ik ben Mel, ik ben het model en ik ben vriendin van Egbert, de fotograaf. Mijn naam is Jasper van der Brink, ik maak bronzen gongen en zo af en toe maak ik ook uitstapjes naar andere vormen van kunst. Zoals de beelden die daar staan. Dit is gemaakt van een bloemetje uit eigen tuin. Dit werk heet Rhythms of Nature, het is een impressie van de natuur. Dit werk heet Tijdloze Tijd. Het heeft te maken met de symboliek. De ronde vorm van de gong staat voor tijdloosheid, dus oneindigheid. Maar je kan toch zien hoe laat het hierop is. Ik heb het gemaakt volgens de surperdue techniek, de verloren wassenmethode. Het is een oude ambachtelijke techniek om bronzen voorwerpen te maken. De surperdue verloren wastechniek betekent dat tijdens het proces
Dit was verloren gaat. Dus dat betekent dat je er maar één van kan maken. Ik ben Madeleine de Kok. Ik ben pottenbakker uit Noordeinde. En ik maak graag landelijke serviezen. En wat ik nu voor u ga maken is een vaas. Dit heet centreren. Dan forceer je zeg maar de klei naar zijn middelpunt. En het werkt als een fontein. Het binnenste komt iedere keer naar buiten. Dan breek ik hem open. Bodem zetten. En als laatste optrekken. Meestal doen we het in 3 keer. Nog een beetje. Ja, killen noem ik dit altijd even. En dan hebben we nog vaas. In 2 minuten. Ja. Duurt niet lang. Bedankt. Ja, graag gedaan.